Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Soul Link met Jordi van de Subpar Guys. Aan het eind van de serie ga ik hem helemaal zonder problemen op kunnen zeggen, maar ik moet er nu nog te veel over nadenken. Ooit komt het goed. Ja, precies. Als ze de Pokémon League aan het verslaan zijn of zo. Ja. Als het goed is, hier herken die toch? Oh mijn god, hij zit er nog steeds. Ja, alleen de oorspronkelijke games was hij hidden. Yup. Nou, een van de dingen wat deze games ongelooflijk broken maakt, is dat Eevee letterlijk alle moves kan krijgen ooit. Dus water, elektrisch, vuur. Dat is inderdaad broken. Zo ongelooflijk flauw. Jij zei dat ik moest spreken met een vrouwke met een zweep. En die staat... In het center. En het is een man. Oh, ik dacht dat je het over een vrouwke had. Nee, het is een manneke. Een manneke met een zweep? Met een zweep en een lolly. Hé? Oké, ik ben aan het zoeken. Het is in het Pokémon Center, dus als je daar binnenkomt ik dacht in het center van de stad. Nee. Ik had zo'n idee van, die gaat verkeerd begrijpen van center in de stad. Nee, het is in het Pokémon Center. Makes sense. Ik heb hem gevonden. Oeh, Buzzy Buzz, Zizzly Slide en Bouncy Bubble. Kan je ze allemaal leren? Je kan ze allemaal leren. Water, vuur, elektrisch. What the fuck? Waarom is dat zo OP? Ga jij ze ook allemaal leren? Ik heb twee gedaan. Ik heb geen Fire Move geleerd. Oké. Zeker omdat ik aan de beurt met de eerste encounter? Nee, ik ben als eerste. Ja. Alleen had jij net jouw eerste encounter wel, jouw counter wel eerst. Even kijken, Buzzy Buzz is een hele. Ja, Ekans. Maar ja, ik koos ervoor om een Ekans te pakken. Zo. Want ik zat er zo in van, ik kan jou... Jij had al een Ekans, je had al een Spearow, ja, dan had je voor een Rattata moeten gaan. Ja. Ja, laat het maar. Dat hadden op zich kunnen doen dat jij voor de Quacken was gegaan, voor de Psyduck en ik voor de Rattata en dan omgewisseld voor Alolan Rattata hadden we Dark en Water gehad. Had op zich gekund, ja. Want ja, had uiteindelijk weer een perk. Wacht. In theorie kan dat nog steeds in de volgende route, want daar kan je ook Psyduck vangen en misschien ook wel Rattata. Nou, we zullen zien. Ja. Want de Rattata kan je hier al switchen, toch? Rattata kan je hier switchen, ja. Ja, dat is best wel een goed idee om dat te doen. Maar eerst deze Pidgey verslaan. Het is sowieso... Kijk, met sommige types is het sowieso nog een nakijken. Want één ding wat we kunnen doen... Het is dat wij dezelfde dingen hebben. Maar als jij 5 Meowth's vangt... kan je een Arcanine gratis krijgen. What the fuck is dit voor een game? Ja, het is of hier Meowth en een Arcanine... of het is 5 Growlithes en dan een... Persian? Oké. Maar hier is het ding. Als het Meowth is, is het makkelijk. Dan vang jij en ik beide Meowth. Eén maakt er een wissel in voor een Arcanine. En de ander gaat die Meowth laten inwisselen voor een Alolan Meowth. Dark Fire. Ja, precies. Ja. Maar ja, moet je wel weer Meowth tegen. The possibilities are endless. Ja, maar laten we veel eerlijk zijn. Niemand van ons vangt een Abra. Nee, of je moet veel geluk hebben. Ja. Abra is wel cool. Nou, trouwens, je kan hem niet laten evolueren. Ja, kan wel trouwens. En ja, je kan hem involven. Ja, ik niet, want ik speel nu op een account zonder internet. Je kan hem alsnog involven. Alleen, dan moeten we een keer local bij elkaar zijn. Ja. Yeah. Niet dus. De kans is... zelfs... als we Mario Party een keer gaan recorden, dan spelen we het online. Dus ja. Ja. Dat kan ook niet. Daar heb ik nou al zin in. Ja, mijn portemonnee gaan we aan het einde van het jaar haten. Ja. Yeah. Metroid Dread. Super Mario Party. Advance Wars. Ik wil ook nog Skyward Sword halen. Dus ja. Een Diamond Shining Pearl. Ook nog. Legends. Ja, dat is volgend jaar, hè? Dat hoort niet meer bij dit jaar. Nee, maar mijn portemonnee gaat me wel haten, ja.
Oh, waarom doe ik niet gewoon headbutt? Ik ben echt een sukkel. Nou ja. En ik wil ook, als het weer in de sale is, Persona 5 Royal gaan halen voor de PS5. Dus ja. Wat is het veranderen? Wat is het verschil tussen die en de gewone Persona 5? Ik heb helemaal geen verstand van Persona. Meer content. Oké. Okay. Ziet gewoon dus het is wel dezelfde game met extra content? Of? Ja, het ziet als een Definitive Edition. Oké. Waren er ooit DLC's van of zo? En die sites zitten daar dan bij? Oh. Nee. Ze hebben twee keer gedaan. Persona 5 en Persona 5 Royal nu. Maar was ook Persona 4 en Persona 4 Golden. Alleen die bracht ze op Golden bracht ze uit op de PS Vita. Oh, what the fuck. Dus mensen waren later heel blij dat hij op Steam uitkwam. Snap ik. Die ik ook nog moet uitspelen. Ik heb een veel te grote backlog, maar heel veel dingen kan ik gewoon niet uitspelen. Omdat ze te lastig zijn of dat ze niet leuk zijn? Of... Te lang. Te lang, oké. Bijvoorbeeld, ik heb hier nog Horizon Zero Dawn liggen die Nandom had gegift. Mm-hmm. Alleen als een open world game. Oh ja, die is groot. Die is heel groot en het zijn gewoon games die ik meer aanspreek. Ik heb letterlijk in de tijd dat ik Horizon Zero Dawn had moeten uitspelen, heb ik Ratchet & Clank Rift in Time uitgespeeld. Mm-hmm. God of War uitgespeeld. Mario 3D World. 3D World. Gewoon een stuk meer games. Ja. Want nou, dan... nu je dat zegt, hè. Ik heb dus Pokémon Unite kwam uit en die heb ik dus gespeeld in plaats van Skyward Sword. Dus ik ben bij de tweede dungeon of zo en verder ben ik helemaal niet gegaan. Ja, ik heb Unite echt voor mij 3 weken gespeeld en sindsdien heb ik hem ook echt niet aangeraakt. Same. Volgens mij is die hype ook een beetje ingestort. Er zijn nog wel een aantal streamers die het spelen, maar echt veel minder dan dat ze hopen, denk ik. Hij komt volgens mij morgen uit op mobile. Ja, klopt. Kijk, het is een leuke game, alleen het probleem is, het was niet zo heel veel ermee aan na periode, want je unlockt niks meer van. En ik denk als je nu consequent had blijven spelen, was je gelijk geweest met de mensen die pay-to-win hadden gedaan. Of pay-to-progress. Mm-hmm. Nou, leuk. Ja, precies. Daar heb je niet zo heel veel aan. Nee. Oh, de nugget brug. Ja, soms houden ze die referenties terug, hè? Ja. Ik ben alleen even kwijt in welke game het ook weer was, want dan maakt ze ook de referentie naar de Nugget Bridge. Ja, in Kanto was er een Nugget Bridge. Ja, terwijl die bridge heette helemaal geen Nugget Bridge toen ze het uitbrachten, maar omdat de fanbase dat van gemaakt heeft. Het is hetzelfde als Shinies, hè? De naam Shiny heeft de fanbase gemaakt, zeg maar. Yep. Die hebben ze gewoon geadapt. Maar ja, dat is wel vaker zo. Nintendo heeft het ook gedaan met Star Fox. Iemand had een comic gemaakt wat er gebeurt tussen de twee Star Fox games. Mm-hmm. En jij heeft gezegd van, weet je wat? Ja, prima. Doen we dat. En dat is nu kennen. Oké. Oh ja, dit was ook nog een game die ik wilde halen. Wanneer het eindelijk weer goed gepatcht was, wil ik ook Sonic Colors Ultimate gaan halen. Ja, want daar zat ik nog aan te denken, want die ik zou Sonic wachten Colors op patches. Lijkt me... Ja, ik hoorde dat die game een beetje niet helemaal goed in elkaar zat of zo. Er zaten heel veel glitches in, de loading times waren heel erg. Ja, in even opzichten kon je de Wii game beter spelen dan de Switch game. En ik vond het op zich heel erg jammer. Ja, snap ik. Dat is ook jammer. Ik was zeker als je de game leuk vindt. Ja, tuurlijk, dan is het al helemaal jammer. Want ja, zoveel goede Sonic games zijn er niet. Ja, Mario en Sonic, die zijn leuk. Ja, op zich. Ik heb Olympic Games gedaan. Op zich, dat zijn wel leuke games, Ja, dat bedoel ik ook, ja. Ja, nee, ik mik dan voornamelijk op de meest recente. Die is wel geinig. Ja, dit is de enige die ik volgens mij niet heb gespeeld. Daar zit fucking rugby in, dat is leuk. What the fuck? Ja, ik weet niet. Als het rugby is of Strikers, en dan is dat weer een compleet andere. Ik vind ze leuk. Alleen, ik vind de GameCube-versie van Strikers nog steeds leuker dan de Wii-versie. Ik ook. Ook al heeft de Wii-versie ook wel iets hoor, maar bij de Wii-versie gaat het veld zich er te veel mee bemoeien. Ja. En dat vind ik jammer.
Oké, nou was mijn encounter dit keer, hè? Ja. Ja, het is jouw encounter, ja. Wat? Gaan we nog voor die Charmander of niet? Dat kunnen we gaan, want ik kom een Psyduck tegen. Ah, nice. Dan ga ik voor de Charmander. Dat is gewoon linksboven in de hoek met dat En het kan praat. Zijn dat je zegt van, nee, je hebt niet genoeg Pokémon, maar dan vang je gewoon Pokémons. Ja. En weet je wat mooi is? Heb jij alles met Eevee gesteamrolled? Ja, Eevee. En tussendoor wissel ik wel een keer naar Nidoran. Ja, en dat was een beetje Bellsprout gebruikt. Dus heel veel Bellsprout is eigenlijk alleen maar handig voor water of andere crap. Psyduck, ga dan een keer die verdomde bal, man. Dank u. Ja, als je het lief vraagt, dan... En nu heel snel. Hij zit erin. Psyduck has been added to your party. Die bubbelaanval, die hield ook nog eens. Heel veel moves hebben ook bepaalde effecten. Want bijvoorbeeld de grass move kan je ook healen. Wajo. Change name. Apricot. A fabulous prize. You've got a nugget. Ik heb nog steeds die pearl, heb ik ook nog niet eens verkocht. Wow, je kan niet eens zeggen dat je wilt joinen met die nugget. Het is belachelijk, hè? Mm-hmm. Ooit moet ze gewoon een keer voor lol een hele spin-off in de game maken waar je zo op speelt. Wist je eigenlijk dat er ook een Rocket Lock is? Ja, dat je alleen Poison Types mag gebruiken of zo, toch? Zoiets? Of in ieder geval Team Rocket Pokémons. Nou, het is... ik zeg wel, het is een Rocket Lock, maar de naam daarvan is eigenlijk Feft Lock. Hoe? Wie is de Lock? Feft. Oh. Dan kan je de Pokémon stelen van de trainers. Maar dan mag je maar één Pokémon te stelen van een trainer op een route. Oké, grappig. Kan alleen maar een Emus. Want dan kan je cheat aan hebben, stil de Pokémon. Mm-hmm. Ik zal even voor je kijken wat je nodig hebt voor de Charmander. Ik heb I have caught 50 Pokémon. Nou, je weet wat je moet doen, Milan. Oké, gaan we dat doen. Ik ben niet de moeilijkste. Nee, en ik heb ook nog goed nieuws voor jou. Route 25 is er rechts hiervan. Dus... Wil je eerst route 25 doen dan? Zodat we dat alvast out the way hebben? Route 24 heb ik net gedaan. Charmander kan jij fixen, dus route 25 is voor jou. Oké, dus dan doen we dat eerst eventjes, zeg maar. En dan wil je dat ik dat dan route 24 offscreen doe? Of hoe zie je dat voor je? We weten dat je Charmander voor jou is, dus fix hem maar offscreen. Oké, ik heb een Meowth op route 25. Oké. Psyduck, jou heb ik al. Dus. Kom op. Dat is al een Bellsprout. Ik heb hem. Kom op. Oh, Venonat. Oké. Ja, dat is een pijl die we niet kunnen gebruiken, maar weet je wat? Prima. Even kijken. Dan gaan we hem natuurlijk wel even uit het team doen. Een naam geven. Wel level 12 meteen. Venonat. Kan je niet verder naar links springen? Daar is zo'n keer een joker naar mijn fucking poten geflikkerd. Ja, weet ik nog wel. Kwam ik een Pokémon tegen. Want met die Elmoes waren gewoon Pokémon aan het vangen. En soms waren gewoon 20 Pokémons aan het chainen. Om de respons te triggeren. Ja. Alleen, ik was zo druk bezig. Woep! Ja, Joy-Con. Vlog ik gewoon door de kamer heen. Te waarschuwen je nog wel. Ja, niet genoeg, denk ik. Nee. Oké, Venonat. Wat zeg jij? Blueberry of raspberry?
Wacht, gaat Pano net? Doe maar Blueberry. Blueberry, oké. Okay. Je kon hem toch ook soort favoritten of zo? Hoe ging dat ook weer? Dat ik in ieder geval kan zien. Take out of ball. Nou, je kan Pokémon's op zich allemaal een soort favorite dingetje erbij zetten. Change markings, denk ik. Favorite. Dit doe ik even met alle Pokémon's die pers zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dat als ik straks een hele hoop Pokémon's ga vangen, dat ik dan weet wat ik kan deleten. Ja. Nou, voor mij is het heel makkelijk, alles heb ik al genicknamed, dus heeft geen nickname. Nou ja, dat, ja. Hey, kijk, een Onix. Oorspronkelijk was dat een probleem. Onix. Ja. Wil je gewoon even kijken? Ja, we hebben nog tijd zat. Gewoon verder gaan nadat ik offscreen eventjes die Charmander... Ja, fix die Charmander even offscreen. Dat is goed. Dan lopen we gewoon hier naar rechts door in de route. Mm. Een jongeman. Oh. Toch even, jongeman. Ik vind ook niks nodig om dat aan te passen voor ons team. Hoe bedoel je dat? Nou, ook gewoon even simpel gekeken van oké, wat zijn onze competities die we kunnen doen. Mm-hmm. Maar als ik even hier naar kijk, we hebben een normal, kijk, Eevee is een normal type, dus normals vallen sowieso af. Ja. Dus dat is sowieso al een beetje gekloot. Ja, totdat hij een keer doodgaat. Dus gewoon even, even kijken naar waar kunnen we het meeste uithalen. Mm-hmm. Dat is niet veel. Nee. Want een crash type heb jij niet momenteel. Dat klopt. Als ik maar even kijk, Red Tap Pichi naast Normal Flying, Poison Flying, Crash Bug, Electric Bug, Flying Poison, Poison Rock en Poison Water. Oké. Okay. Dus als ik heel even kort hier naar kijk. Is het meeste wat we eruit kunnen halen 5. Ja, maar dan moeten we echt gaan swappen en zo. Dat ja, allemaal precies, niet. Nee. Maar ik was gewoon even lol aan het kijken van oké, wat is het beste wat je eruit kan krijgen? Nou ja, nee, misschien kan je er nog 6 uithalen, maar moet ik die Rattata inwisselen voor een Dark-type. Dus dan kan je Rattata erin stoppen, Ding erin stoppen, Zubat erin stoppen, Jiru erin stoppen. En dan kan het wel, maar het is wat gehannes. Maar ja. Ja. Dat is later toch sowieso van even kijken waar kunnen we het meeste een team uithalen. Ja, precies. Oeh, Bite, die wil ik eigenlijk ook wel, maar ik heb al genoeg goede aanvallen. Ik denk dat ik Double Kick weg doe. Ja, kom. Op Bite, is dat slim? Ja, op zich. Ja. Maar hier is ook nog een goede. Dragons, hè? Ja. Je hebt alleen Dragonite. Oh ja. Maar je hebt ook Alolan Exeggutor. Oh ja. Maar die is primary grass. Die is grass dragon. Maar ja, dan gaan we gewoon kijken. Oké, kunnen we het erin stoppen? Oké, dus we kijken niet naar de primary types dan, zeg maar. We kijken even naar van oké, wat past. Ja, oké, maar als we daarna kijken, dan kijken we dus eigenlijk niet naar primary types. Nee, kijk, als wij het erin kunnen krijgen op die manier, dan doen we het. Maar anders kijken we naar primary, ja. Ja, welkom als je met mij een project doet. Ik kijk altijd dan meteen naar van dingen van, oké, wat is mogelijk? Mm-hmm. Nou, dat is op zich niet erg, maar dan weet je dat, zeg maar. Dan maakt het dus niet zo heel veel uit welke types, wat de primary type is. Nee, ik weet nog altijd wel van toen ik de Nuzlocke, de allereerste Nuzlocke Generations wilde doen, die meteen stopte na 1,5 uur, want alles was dood. Ja. Yeah. Dacht ik al van, oké, Rhyhorn kan ik daar vangen, die kan ik daar vangen, die kan ik daar vangen. Als ik die Doopsclaws daar vang, kan ik ervoor zorgen dat ik dat een voordeel daaruit kan halen. En na 1,5 uur was het klaar. Oef. Dus ja, ik denk altijd wel vaak weer in Pokémon projecten denk ik altijd wel ver vooruit. Platformers niet heel erg, want heel veel platformers heb ik nooit gespeeld, dus daar kan je ook bij slecht plannen, zeg maar.
Tenzij het iets is als een Mario met een bepaalde route. Van, oh ja, oké. Okay. Ja, 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 wat is de meest optimale route om, om stars te krijgen? Ik ga ook een soort Mario Generations doen met Sander, zeg maar. Mm-hmm. Daarvan weet ik ook van, ja, bijvoorbeeld bij Sunshine, die game ken ik goed van, oké, okay, als ik gewoon zorg dat ik die ster heb gehaald, dan kan ik naar Corona Mountain en dan kan ik het spel uitspelen, zeg maar. Gewoon vraag, welke games gaan erin zitten? 64, Sunshine, Galaxy 1, Galaxy 2 en Odyssey. Ah, dus ik had Galaxy 2 op een Wii spelen. EMU spelen. Ja. Oh, EMU, ja, kan ook. Ja, wij kunnen dat eigenlijk niet meer doen, want wij hebben 3D World hebben we al geraced. En Odyssey heb ik al tegen Ham geraced. Hmm. Ja, dan heb je. Ja, en jullie hebben die drie games ook al gedaan, toch? Ja, achter elkaar, ja. En dat is de enige game waar ik al heb ingemaakt, Odyssey. Alle andere Mario games heeft hij meegemaakt. Oké. Het is wel geinig. Als hij en ik beide de game niet kennen, dan maak ik hem erin. Maar als hij de games ooit heeft gespeeld, maakt hij hem erin. Mm-hmm. Die Eevee is zo OP, hè? Ja, maar is ook gebeurd. De starter, de partner Pokémon zijn gewoon keihard gebufft. Mm-hmm. Het is eigenlijk niet eens spannend, zeg maar. Nee, maar daarom gooi je sommige mensen in bepaalde nuzlocks van Let's Go, halen ze de partner Eevee eruit. Ik ja, snap het wel. Alleen, dat heb ik met mijn eerste run ook gedaan, hoor. Mm-hmm. Alleen in een Soul Link dan kan het ook gewoon voor zorgen van, hey, hoogmoed komt voor de val en daar gaat de partner. Ja. In ieder geval voor de kijkers, we gaan allebei eventjes onze Pokémon tot level 20, denk ik, trainen. Hè? Zodat ze goed genoeg zijn voor de gym. Nou, dat we überhaupt de gym in kunnen, want momenteel zijn ze wel goed genoeg voor de gym. Alleen, ja, de ding laat ons er niet graag door, omdat wij level 20 moeten zijn. Je hoeft maar één Pokémon te hebben van level 20, klopt, toch? Klopt. Wat ga jij doen met je team, zeg maar? Ja, ik denk als ik ze 1 tot level 20 heb en de rest een beetje in de buurt, dan is het goed. Ja. Nou, dat heeft ook nog wel tijd nodig, hoor, bij mij. Ach, en ik moet toch nog gaan. Hier staan wel fucking veel trainers, overigens. Mag ik dat even zeggen? Want dat, Ja, je krijgt geen kut voor, maar het kan. Nee. Thunderwave. Waarom was het geen Seismic Toss? Echt. Dat het bitches zijn. Ja. Eigenlijk wel, ja. Waar krijg je Thunderwave? Er is zo meteen een trainer die bovenin staat. En daar zit ook een kutpompje. Oh, ja. En daar krijg je Thunderwave. Oh. Die heb ik net overgeslagen. Daar moet ik even naartoe lopen dan. Ja, ik ben net die trainer aan het doen met die Oddish. Ik moet ook wel lachen om die namen van die verzonnen attacks voor Eevee. Bouncy Bubble. Buzzy Bus. Mm-hmm. Alsof een klein kind het heeft verzonnen. Ja. Op zich, het is heel erg flauw, want hoeveel types denk je dat Eevee krijgt? Qua moves. Hoeveel types? Ja. Bijna allemaal. Nou ja, wel bijna allemaal waarin hij kan evolueren, ja. Dus Fairy, ja. Psychic, Dark, Grass, Ice, Fire, Water, Electric. Hoeveel allemaal denk jij? Allemaal in deze game ook? Of allemaal niet? In deze game, ja. Oké. Okay. Want dat zijn de partner moves. Hoeveel denk je dat Pikachu er krijgt? Een stuk minder, want volgens mij krijgt hij heel veel elektrische aanvallen gewoon, toch? Hij krijgt elektrische aanvallen. En voor surf. De rest, ja, een soort van surf, ja. Ja. En dat is het. Eevee is de veel betere versie. Ja, inderdaad. Ik denk dat wij nog wel even de cutscene doen van Bill. Zeker. En dan is het denk ik ook al klaar. Ik loop nu Bills huis in en dan kunnen we daarna misschien nog heel even de coach naast Bills huis attacken. Attacken nog wel. Milan, ja, het is een normale persoon.
Dat kan mij niks schelen. Ik vraag me af of het nu Bill is in een Kabuto-pak of... Oh, het is een Nidoran, ja. In de anime was het een Kabuto, toch? Dat ja, die, in de anime was het een Kabuto en dan was het ook geen fusie. Dan had hij gewoon een kostuum aangedaan, alleen de knop zat aan de buitenkant. Hoe hij hem ooit heeft aan heeft gekregen, zullen wij nooit weten, maar... Nee. Moest ik zeker op de computer, oké. Op zich geinig. Ik heb zo vaak Pokémon gespeeld, maar er zijn sommige mons die ik nog nooit heb gebruikt in een run. Ja, maar dat is heb ik hetzelfde hoor. Want ik heb ook fucking vaak Pokémon gespeeld, maar er zijn altijd Pokémon die ik nog nooit heb gebruikt. Zelfs in Gen 1. Ja, bijvoorbeeld, ik heb nooit een Goldeen gebruikt. Nee, ik ook niet. Seal heb ik ook nog nooit gebruikt. Ik wel. Seal. Krabby heb ik ook wel een keer gebruikt. Ja, die heb ik ook wel een keer gebruikt. Maar bijvoorbeeld Citra. Alleen in randomizers. Ja, heb ik nog nooit gebruikt. Voor mijn gevoel in ieder geval. In ieder geval heb ik daar geen herinnering aan. Zoals, heb je daar geen herinnering aan of heb je daar geen actieve herinnering aan? Ja, daar wou ik wel heen met dit verhaal, ja. Zo, even Bill separaten van die Nidorino. Ondertussen heb ik nog steeds geen Nidorino. Ja. Yeah. Nidorino. Welk level wordt Nidorino? 16, denk ik. Okay. Dat duurt nog wel eventjes, denk ik. Of niet? Ja. Ik ga nu tegen die coach. Ja, ik ben net klaar met Bill. Een matje op. Hier, hoor. Oké, Bill, gewoon even een normale vraag. Maar hoe kom je aan deze SS-tickets? Gestolen. Is hij een SS'er? Hoe durf je? Ja, echt. Bill, schaam je. Hij is een Shine Spriter, snap dat dan. Het zijn Shine Sprite tickets. Ah, Shine Sprite tickets. Ik wist niet dat jij een boot had. Heb ik ook niet. Het zijn fake tickets. Of ga je me nu vertellen dat jij een vriendin hebt die heet SS Ann? Ah, ik snap hem. Oké, het vrouwke is verslagen. Nieuwe video op Shine Sprite. Milan heeft een vriendin. Ja. Met een boot. Tickets naar SSN. Ja. Pokeballetje pakken en dan denk ik dat we de aflevering gaan beëindigen. Ben je al zover of nog niet? Nou, ik ben nog bezig met de fight. De fight. Dan wacht ik heel even totdat je klaar bent met de fight. Volgens mij krijg je van deze fight seismic toss. Dat zou ik net gehad kunnen hebben, maar ik moet zeggen dat ik niet echt aan het opletten was. Ja, seismic toss. Niemand kan het leren. Oh, lol. Weet je nog dat we zeiden van Takuna kan geen headbutt leren? Mm-hmm. Beedrill wel. Tuurlijk kan Beedrill het wel leren. Ik wissel even, want hij spamt Seismic Toss en 3 hits van Seismic Toss en dan is Nidoran dood. Oef. En dat willen wij niet hebben. Nee, zeker maar weet niet. Je wat het mooiste is aan Seismic Toss? Hij doet gefixed damage. Echt? Ja, het is gebaseerd op level. Dus het level van de... Of de user level... Of de level van de opponent. Kunnen we heel snel achterkomen. Ik zit op 56. Ik ga van 56 naar 40. Level van de Pokémon die het gebruikt. Oké. Ja, op level 100 is niet verkeerd. Nee, zeker niet. Daarom zie je ook heel vaak Chansey met Seismic Toss winnen. Ja, een level 100 Chansey met Seismic Toss. Nee, voor de damage hoef je niet te doen. Want een deckstat van een Chansey stelt niks voor. Ik ben klaar. Ik ben ook klaar. Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te checken in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.